Na alle felicitaties en kussen geef ik het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik feliciteer mevrouw Siderius met haar medespeech. Het was mooi gesproken. En ik zie in haar een waardig vervanger van mevrouw Leijten. En ik wens haar veel goede debatten toe de komende periode. Ze wordt de periode dat ze mevrouw Leijten mag vervangen hier in het huis. Voorzitter, 4 weken geleden bespraken wij het afschaffen van de WCG en de SER. En we stemden in dezelfde week al daarover. Wat dat betreft is dit debat natuurlijk een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar als ik hierbij herhaling mag beargumenteren dat het afschaffen van de WCG en de SER zieken en gehandicapten door de bodem laat gaan, dan doe ik dat met graagte. Misschien luistert er nog iemand mee aan de overkant en misschien luistert in vak K de beide winstpersonen ook nog mee. Voorzitter, op mensniveau becijferde het niet met een additionele koopkrachtdaling van 55 euro per maand voor een alleenstaande in de WIA en 41 euro per maand voor een AOW'er met een klein pensioen. Dat zijn bedragen waarvan de betekenis niet zo helder voor de geest te halen valt als je niet in die situatie verkeert. En wat het betekent wil ik nogmaals toelichten aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld de situatie van een chronisch zieke zelfstandig wonende rolstoelafhankelijke mevrouw. Bij een netto-inkomen van iets meer dan 1250 euro krijgt ze geen huurtoeslag, geen kwijtschelding OCP, geen langdurigheidstoeslag, minder zorgtoeslag en al een huurverhoging. Ze heeft naast de huurverzekeringen, elektra, water, gemeentelijke belastingen ook nog haar eigen bijdrage voor zorg, betaalt voor steeds meer medicijnen een eigen bijdrage of betaalt ze helemaal zelf en moet een eigen bijdrage betalen voor bijvoorbeeld noodzakelijke klisma's of intercontinentiemateriaal. Het is nog onzeker wat er gaat gebeuren met de meedoenregeling met haar medicinale cannabis en de WMO-voorzieningen. Wel is zeker dat er minder thuiszorg en zorguren worden vergoed, dat ramenlappen niet meer worden vergoed, dat huisdieren niet meer worden verzorgd en we zijn aan het rekenen geslagen. En hoeveel denkt u dat deze mevrouw per maand overhoudt om van te leven, van te eten en te drinken of kleding van te vervangen? 100 euro? 200, 300 iemand? Nee, voorzitter. Het is een negatief bedrag. En een bedrag onder nul valt niet voor te stellen, maar het is wel waar. Een heel aantal zaken hebben we daar nog niet eens meegenomen. Het wassen van kleding wordt duurder, steeds meer hulpmiddelen worden niet meer vergoed. Er komt ook nog minder belasting aan het aftrek. Er wordt 5% bezuinigd op het PGD. De vergoeding voor vervoerskosten vervalt en het bovenregionaal wordt peperduur. Het bovenregionaal vervoer. En het zijn gewone mensen als u en ik, en veel van hen werken gewoon. Vinden het oké om mee te betalen, maar wat er overblijft is zo ongelooflijk weinig. En soms dus helemaal niets. Een verse maaltijd. Naar buiten gaan of een winterjas is er dan al helemaal niet meer bij. En dan moet je op zijn minst tegen het afschaffen van de WTCG en de SER zijn. En dat hebben we dan ook gedaan. En voorzitter, het voorstel van mevrouw Siderius kunnen wij dan ook van harte steunen. Dat in ieder geval het kabinet haar plannen moet intrekken voor de komende jaren en daar een alternatief voor moet verzinnen. Want het kan niet zo zijn dat mensen die gewoon werken, gewoon meedoen, zo ongelooflijk veel voor de kiezer krijgen. Het eigenlijk kabinet, zo'n voorbeeld of zo'n opzomming als wat ik net gaf, niet helder voor de ogen heeft staan en mensen daadwerkelijk een vernieling in doen. Dank u wel. Hartelijk dank.